Media. Maar wat natuurlijk het ergste is, is zelf een foto van jezelf maken terwijl je zit te poepen of weet je, als je op de wc zit ja. en dan zet je de camera aan ja. en dan ja. ben je cold in the moment. Dat, heb je wel eens dat, dat je dus een foto wil maken van iets en dat je een per ongeluk ja, op, op de andere op kant op jezelf het. zet ja, en heel dat heel je vaak. jezelf dan ziet? Ja. Huh? Dat je denkt: is dit een mens? Ja. veel te veel zeggen, daarom ben ik een beetje hyper. Mm. En ik heb gecrossfit, daarom ben ik een beetje hyper. Ja. Ja, dan word ik toch altijd. Dan gaat die bloed, dat bloedse omloopje ineens. Uh... Hoeveel burpjes heb je gedaan? We hebben, we hebben geen burpjes gedaan, maar wel wallballs. Ja? Dat je wel, dat je met zo'n hele grote bal tegen de muur moet gooien. Dat is echt iets heel oh gooien. Ja. Ja. Maar ik had me smoes van ik ben duizend jaar ziek geweest en. Uh... Hoe doe jij de wallball met, met je dyspraxie? Komt hij dan op je verhoopt? Nou, ik of mag of? altijd. <laughs> ze, bij ons gooi je de bal. Het is zo'n hele grote zware bal. En die gooi je dan tegen een vrij klein doeltje aan. Een soort, ja. En dat kan ik natuurlijk niet. Dus ja. ik mag altijd tegen echt de wall, dus gewoon de hele muur tot mijn beschikking. Want ik gooi hem steeds Wat prima scheef. is, want je traint het zelf. Het maakt niet uit, nee. Dus dan, dan gaat de trainer heel lief uh, wat bankjes verschuiven ja. en dan mag ik lekker te tegen mijn eigen muur gooien. En ik begrijp dat jij ook een Valentijnsgebaar kreeg van jouw trainer. Want jongens, het is... Het, het, is, het is Valentijnsdag. We zijn terug in de tijd. Het is vandaag Valentijnsdag. Ja, wij nee, nemen dit op woensdag niet. op. Ja, het was best wel grappig, want we kwamen daar Hoe dus was dat? aan. Heb en je een dacht, spanning met hem? Nee, ik heb geen spanning met hem. Ik denk, hij ziet ons, want wij zijn dus met vier uh, vriendinnen en hij ziet ons echt als zijn moeder. Want hij is ook gewoon piepjong. Ja. Maar hij is ja, heel lief. Ja, die, 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 die brug heb je al geslagen in je leven. Dat, dat mensen die je dan denkt, ja. oh, je bent niet onaantrekkelijk, dat die jou dan als je moeder zien. Ja, en ik zie ja. hem ook wel een beetje als mijn zoon. Want ja, ik heb een stiefzoon die ongeveer net zo oud is. Maar toen kwamen we binnen. Toen had hij allemaal kaarsjes in de zaal neergezet. Hij had alle lichten yeah. uitgedaan. En wat voor muziek had hij op zo? Ja, wat romantische Usher. muziek. Ik oh. weet niet meer. Nee, als je. Je Oh, Dat vind ik toch echt een heel Ride leuk it, nummer. It, <laughs> ik ben echt dol op dat nummer. <laughs> ik ook. Maar, maar dat is heel en voor heel veel sommige mensen. Is het heel ja, eng is als het? oudere vrouwen dit nummer leuk vinden. Echt? Ja, dat is angst aan jagen. Ja, maar ik hou sowieso al van rap music en zo. Oudere dus vrouwen dat dus vrouwen vinden die ze natuurlijk Usher heel leuk. Dat is dood doodeng. Nee, dat is is ook eigenlijk gewoon fucking eng. Maar mijn trainer heeft dat dus helemaal niet. Want die, die komt dan naar je toe, zegt hij: ik heb speciaal iets voor jou. En dan heeft hij dus een Valentine'skaart voorbedrukt voor iedereen. Van de, je bent oh. een badass en zo. En maar en dan ging hij dus ook iedereen een knuffel geven. Maar wat ik dus bijzonder vind aan hem, yeah. hij kan ook iedereen een knuffel geven. Dus het is helemaal niet yeah. awkward. Want nee. kijk, ik train er al twee jaar, maar andere mensen misschien pas drie weken. En iedereen kreeg gewoon een knuffel van hem. Ja. op een hele niet awkward manier. Sommige mensen die kunnen dat heel goed. Oh. Die, hebben soort, die zitten in hun fysiek. Ja, Sommige dat zeggen, heeft hij heel geaard erg. Geaard, lekker in hun fysiek. En als ja. die jou pakken, ja. dan, is het gewoon, ja, dan, dan, dan word je eigenlijk een beetje een soort. Ja, dan ga je ook helemaal niet hè? snel afronden. Ja. Tenminste, wist niet dat ik nou acht seconden zoals in, in, in ja. BNB voor Liefde. Maar ik, 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 ik vind het helemaal niet gek ja. als hij mij een knuffel geeft. Nee. Dus, en, en toen zag ik hem dus. En iedereen die binnenkwam, wist dit natuurlijk niet. Ja. Dus je ziet iedereen zo Oef, even zo schrikken. Cruises. En dan eigenlijk ik heb je mijn tanden heel... nog niet gepoetst. Oh, nee, shit. want ik ja. muur. Ik, ja. Ja, ik had gelukkig gedoucht en mijn tanden ja. gepoetst. Maar het was wel achter ochtends. Dus soms ga ik daar ook wel eens gewoon pyjama's uit, sportgear aan. Ik ook. En dan, dan, dan heb dan je dan ben probleem. je niet die lekkerste zelf. Nee? Maar goed, deze jongen zou het allemaal geen reet kunnen bommen. Um, dus dat vond ik heel erg leuk. Ja, en ik was het zelf helemaal vergeten. Ik, ik, ja. had, ik had Gijs al gezien, ik had Ben al gezien. Nou, niemand iets met een hartje gegeven. Of... nee. Jij? Heb ik jij heb het gevierd? gegeven? Oh ja? ja. Heb je rozenblaadjes over het bed uitgespreid? Nee. Dat, uh... Heb je een pad van rozenblaadjes? Nee, dat zou ik heel veel dat... Nee. Ik heb hartjes met chocola. Toen dacht ik vanmorgen om zeven moet ik nou nog iets dichten. Maar ik had even niks. Toen heb ik maar gezegd: wil je mijn Valentijn zijn? Ah. Oh. En je had ook nog chocoladehartjes. Chocoladehartjes. Ja, ik, ik, ik ben yes. echt een. Ja, ik, vind ik ben zo dit... tevreden erover dat ik het niet ben vergeten. Echt nee? fantastisch. Ja. Ik had er gewoon geen moment aan gedacht. Ja. Terwijl, Nota Ben, ik vang vanavond een, een, een kind op in mijn huis omdat haar ouders op een, op een date gaan. Oké. Okay. <laughs> zo van, nou, dan doen we er Die gaat toch niks doen. <laughs> ja. Ah. Nee, vind ik heel gezellig. Dus misschien ga ik dan daar een thema omheen verzinnen. Ja, Ubers en Valentijn. Ja, en misschien kan je een roze hart om ze heen leggen. Ik denk dat ik de trap naar boven helemaal ga bedekken. Met, met vaccinelichtjes ja. en roze Ja, dat lijkt me eigenlijk heel grappig. En een geurkaars. Ja, veel verschillende veel veel geurkaarsen, geurkaarsen door elkaar ze. heen. <laughs> het is Valentijnsdag, Aaf. En um, daar, ik kreeg een gedicht van de dag. Zoals je weet ben ik geabonneerd oh ja. op het gedicht van de dag. En nee, die wou ik even, oh, even aan je Heerlijk. Ook een beetje voor jou. Misschien een heel klein beetje kennelijk muziek rondom monteren. In tweevoud. Als ik mijn tijdelijkheid naast jouw tijdelijkheid leg... hebben we twee keer zoveel hart dat twee keer zo hard zal slaan. Huiden die dubbel zoveel aanraking kunnen dragen. En misschien reiken we niet tot in de eeuwigheid... maar samen zullen we de tijd vertragen. Want ik leg mijn tijdelijkheid naast de jouwe... En alles zal twee keer zo lang duren. Oh, dat is wel echt de liefde. Lief hè? Ja. Van Bab Schons, jongens. Oh, die woont bij mij in de buurt. Echt? Ja, ik zie haar heel vaak in de Albertijn. Ik wilde zeggen nog nooit van gehoord. Ja, zij is, is meer. En... Uh, uh, hoe noem je dat ook alweer? Uh, dat woord dat mensen zo heel heftig een gedicht zeggen. Spoken Word. Spoken Word. Ik maar dit is dus gewoon een Klaas, gedicht. Dit is een gedicht. En, en Klaas Hofman, waar ik dus die, dus die gedichten stuurt, die dacht, dit is een mooi Valentijnsgedicht. Oh, Lief, hè? Ja, ja, echt mooi. Ja. Weet je wat heel raar is? Eh, misschien een beetje zweverig van mij. Ja? Maar ik kon dus nooit echt iets met poëzie. Maar sinds ik op die kunstacademie zit en de hele tijd dingen moet maken, die, ja? die iets wat uit mijn comfortzone zijn, namelijk niet schrijven, snap ik poëzie beter. Hoe oh, komt dat nou? Wat heerlijk! Nee, je gaat gewoon op een andere manier. Ja, en je stelt je misschien wat meer open of zo. Dat je nou, denkt, of je ja. vindt misschien, omdat je nu je wordt nu eigenlijk getraind in dat je dingen afvragen, ja, waardoor je eigenlijk het vindt het, dat je ergens iets van vindt. Dat stel je misschien een beetje uit. Is ja, dat? dat is het denk ik. En misschien ben je iets meer geneigd om te accepteren dat sommige dingen gewoon niet helemaal begrijpelijk zijn, maar toch ja. mooi. Of niet helemaal mooi zijn, maar toch sommige dingen bevatten die je wel mooi vindt. Ja, dat is het Daar probeer het ik dan ook altijd naar te kijken. Ja, ik zit nu dus ik zit elke week in de Tweede Kamer en dan leest Martin Bosma van de PVV die de voorzitter is altijd een gedicht voor. Dat is gewoon zijn ding en hij tript daar ook heel Wat erg op. Wat grappig voor een partij die de cultuur ja, wil afschaffen. Dat is maar heel goed, bijzonder. Mensen subsidie op cultuur. Nee, jongens. ze willen alle cultuur eigenlijk wel het land uitkrijgen, maar Martin Bosma die die zit helemaal te trippelen op gedichten. Maar ik moet zeggen dat ik ik ja, ik heb niks met hem, maar dan, dan luister ik naar zo'n gedicht. Ja, ik vind het toch ik vind het hoe zeer ik het ook Heel erg, vind allemaal wat er gebeurt, vind ik toch een gedicht elke dag heel mooi. Het heeft wel wat, want je, nu gisteren las hij dan Vassalis voor. En ik weet nog dat ik dat op de middelbare school moest lezen en er echt helemaal niks van kon bakken. En nu ja. ineens wel. Al oh, mijn vader, die las dat vaak voor. Oh ja, ja. echt? Ja, jouw vader heeft jou wel goed opgeleid. De bus opgevoed. rijdt als een kamer door de nacht. Dat vind ik zo mooi. Afsluitdijk. Nou, die, die las hij voor. Echt? Ja. Dat is een heel mooi gedicht. Heel erg mooi. Want dat ik ze heb naar het de nog nek opgezocht. van degene die voor haar zit. Kijk, ja, matrozen zitten voor haar, ja. Maar mijn vader die had de gewoonte om dan een gedicht voor te lezen. en eigenlijk bij de derde zin in snikken uit te barsten. Echt? Ja. Draakt het hem zo? Dan zei hij bijvoorbeeld: uh, Ik ging naar Bommel om de nieuwe brug te zien. Ik zag. Het... <laughs> oh, nee. <laughs> ja. En hoe reageerde jij dan? Ja, moest ik ook, ja, werd ook een beetje geëmotioneerd. Och. Dus dat is wat heftig, joh. Ja, lief, hè? Ja, nee, dan ja ik heb dan mijn vader denk... letterlijk één keer zien huilen. Dus het is, dat je je vader dan zo ziet, dat vind ik eigenlijk ook wel heel goed. Ja, hè? Lies, hoe, hoe was jouw week? Nou, ik eigenlijk hier in, 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 in... Ik wil hier eigenlijk even op aanhaken. Dat ik... Um, uh, over, weet, dat je dus in alles wat misschien stom is, ook altijd iets leuks moet proberen te zien. En ik fietste hier vanmorgen heen. En het was zo'n regen ja, Alsof iemand schuilijk. een plantenspuit uh, op je gezicht doet. Ja. En toen had ik... Bob Marley op mijn koptelefoon. Oeh. En toen zag ik een jongen met heel erg veel acne... Valentijnsbloemen vast. En die liep door de regen oh. zo met al die puisten. En die bloemen met heel veel cellofaan. Oh. Door de, en toen zong Bob Marley... Don't worry about a thing. Everything's gonna be alright. Oh. Ja. Barstte jij toen in huilen nee, toen, Ja, Nee, want ik, ik had eigenlijk best een soort kutgevoel. Ik dacht, yeah. oh, ik... Ik weet het niet, dat, 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 dat ken je wel eens. Ja. Hè? Dat je gewoon even niet zo de dingen heel leuk vindt. En, dan, en toen dacht ik, je moet eigenlijk toch zo snel mogelijk proberen, als je je niet zo goed voelt, om een soort haakje te, haakje te maken ja. met iets dat je leuk vindt of dat je ontroert. Of dat je, op, dat je opmerkelijk vindt. Of, en dan daar op een of andere manier dan met heel veel, heel veel aandacht aan te geven. Ja. Dus toen dacht ik, dat is eigenlijk een soort tip. Als je soms een beetje een moeilijke, sombere dag hebt of een lastig moment. Ja. Om heel snel dan. Dan heb ik dan bijvoorbeeld als ik dan jou zie, dan denk ik hé. Hey. Ja. En dan, dan geef ik daar aandacht aan en dan voel ik me beter. Of, ja. of als een vriend belt, of als je iets leuk leest in de krant. Of weet ik veel wat. Ja, je dat moet helpt. eigenlijk je lampje ergens op schijnen. Ja, oh, dat, ja. Is een goeie. ja. ja dat, dat is een goede. Dat is, dat is dus ook inderdaad, wat ik met die opleiding heb. Dat ik, soms heb ik daar dan, ook dan hebben we zo'n lange dag daar. Maar je ziet altijd wel één ding in een dia of zo. Uh, wat je wat mooi je raad, vindt. Wat ja. je mooi vindt hè. En als je daar dan, als je denkt, oh, wat. Als je daar je gedachten over laat gaan, dan kun je op een of andere manier gaan de donkere dingen ja, iets de verder achteruit, toch? Ja, dat is wel waar. Heb jij dat ook? Ja, zeker. En dat is inderdaad ook met muziek denk ik heel goed te bereiken soms. Maar als je dan ook nog dat beeld van zo'n jongen erbij hebt, dan heb je natuurlijk wel echt een beetje zoiets filmies ook ineens voor ja. je neus. En je kan eigenlijk in alles net zoals dat je in alles ook het treurige ja. of het lelijke kunt zien. Ja, want dat had je in die jongen ook kunnen zien. Precies. Ja. En dat als je natuurlijk echt depressieve gevoelens hebt, dan, dan, dan is dat gaat dat even. gewoon niet anders. Dat is schuwelijk. Ja. Maar ik dacht we laten we maar gewoon zo, dus zolang we in een jongen met ontzettend veel uh. Uh, pukkels en een hele lelijke bos. Ja. Het, leuk, het leuke kunnen zien. Ja. Namelijk dat ik dat gewoon echt heel lief vind. Ja, Zodat te ik gek. Hoop dat, die, dat zijn Valentijn daar heel blij mee is. Ja. Met die bos. Spannend hè? Zie um, daar zo verregend voor de deur staan? Ja, want het zag er best heel. Ja, niet kansloos uit. Maar wel dat je denkt: dit wordt niet. Dit gaat niet. Dit <laughs> is niet per se een uh, inkoppertje. <laughs> hij had ook een heel moeilijk kapsel. En het, oh, het, het regende echt heel hard. En hij liep met een soort verbetering. Ik vind het wel bosbloemen. dapper dat ik je. Ja, ik weet niet hoor. Ik, ik heb dat niet vaak gedaan. Echt zo. Nou ja, goed, misschien is hij al duizend jaar met diegene. Of zou maar... hij zijn moeder gaan verrassen, omdat hij heel ja, veel is gisteren. dat is toch ook is heel erg lief. Gisteren. Oh, dat is lief. Ja, ja, dat is heel lief. Dat zou ik heel lief vinden. Ja, dus jouw week, jouw week werd week... hier ook wel een nou, beetje door gekend Nou, ik wilde eigenlijk van alles zeggen over mijn week. Maar toen dacht ik, nee, dit is eigenlijk dit wat is ik het wil belangrijkste. zeggen over mijn week. Ja. Want uh, dat was ineens, ik, popte dat zo op. Ja, uh, dat kan je zo hebben, hè? Ja. En verder, uh, verder was mijn week. Uh, nou, bestond mijn week uit dat ik weer een beetje ben begonnen met Gooise Vrouwen. Dus de ja. serie, serie die ik weer ga doen. En dat krijgt een soort lange adem. Maar dat begint al met. met een broekrok passen, bijvoorbeeld. Leuk. De broekrok past nog, dus dat is mooi. Oh, dat was gewoon je oude broekrok. Mijn oude broekrok van tien jaar geleden. Ja, ja, die hadden ze gewoon bewaard. Maar ik heb een heel duurzaam personage. Ja, dat is waar. Maar dat, tv en film is niet per se de meest duurzame wereld. Dus nee, dat dat dan nog ergens op je ligt te dat wachten. Klopt, ik ga mijn eigen mok meenemen dit keer naar de set. Oh, je gaat echt influencen eigen... daar. Zo van, nee, nee, dat, nee, jongens. Niet nee, die plastic bekertjes. Het is al dat op filmset mensen mokken meenemen. Ja, doppers, eigen doppers meenemen. En ook uh, uh, ja, hun bekers, hun naam schrijven op hun Ja, precies. Zin. Dus niet dat er 400 bekers Maar ja. nou, Ik heb dus publiciteit gedaan voor die serie. En het is best een heel groot circus Nou ja, niet een circus. Maar het is een, het is een hele andere wereld dan de wereld van een, een, een tafel en twee mensen. Ja. En een, een, een vloer. En die dan die dit lekkere dit, hokje. Dit doen, waar zitten. Dat is dat is ook wel weer heel grappig en leuk. Om daar weer in te belanden. Ja, en ik uh, moest inderdaad 6000 keer op de foto. Ja, maar dat moet je straks pas even vertellen. Ja. Bij het grote probleem, toch? Ik wil uh, dan ook even. <laughs> Sorry hoor, ik, ik zit hier heel vaak. Goed, vaag ik te heb dat gedaan. <laughs> ja, ik ben heel mooi in de war, maar ik nee. besef nu dat dit het bruggetje was naar jou. Het was het grote probleem. Ja, maar dat ja. Dat, dat en dat. Ik wil als... brug slaan over jouw problemen heen naar een heel groot probleem. Ah. Af, uh, ik geef derhalve mijn week een 7,5. Mooi. 7,45. Mooi. Prima. Prima. 7,45. Um, en jij? Ik had twee dingen die mijn week ten positieve hebben beïnvloed. Ja. Um, ik heb de documentaire over Caroline van der Plas bekeken op Videoland. Ja. Ja, ja die moet je echt even bekijken, Dat Lies. Dat is, Dat is echt een uh, klein meesterwerk. Het ja. zijn twee delen. Ja. <laughs> en um, ja, ik kan hem wel helemaal gaan navertellen, maar ja. dat moet ik natuurlijk niet doen. Maar wat. Ik, kan je wel iets navertellen? Ja, wat ik heel. Nou, wat ik dus eigenlijk heel leuk vind aan de documentaire en aan haar, ja. is dat het volledige openheid geeft. Er worden helemaal geen sluiers opgehangen of geveltjes, façades uh, gedaan. Het is gewoon. Ja, zij is wel gewoon echt wie ze is. En ja. ze laat ook alles zien. Ja. Letterlijk alles. Want op een gegeven moment komt Mona Keizer bij haar op bezoek. Met de delegatie aan andere Nieuw Kamerleden. Ja. die ze bij elkaar hebben gesprokkeld. Ge geheime overleg in dat Rijtjeshuis. Ja. waar zij dus woont. Dat zegt ze ook altijd: van ik woon in een Rijtjeshuis. Ja. Dus nou, dat kan ik dan ook zo zeggen. En dan gaat ze dus even met haar zoon het huis een beetje schoonmaken. En dan ligt er, ligt er gewoon nog. ja, in een hoek liggen heel veel hondenbrokjes op de grond. Oh. En. en en dan zegt ze: Ja, de, de, eigenlijk hebben we de hond sinds mei al niet meer. En het is dan alweer, weet ik veel, maanden later. Oh, dat vind ik zielig. Nee, maar dat, dat, dat oont zij heel erg. En dan zegt die zoon ook nog: Nou, maar mam, dit lag er ook al wel ver voor mij, hoor. Weet je wel, ze zijn. Ja. Maar het fijne daaraan vond ik. En er is ook zo'n scène: er ja, is helemaal niets uh, uh, gemediatraind. Ge, ge ge, nee, maar dat wil zij mooi, denk ik nee, ook maar echt. Dat, dat niet. is heel fijn en verfrissend. En dat voelen mensen natuurlijk. Ja, en ook dat ik zelf dacht van. Af. Ah, iedereen rommelt maar wat aan in zijn leven. Ja. Ik bedoel, natuurlijk zijn er mensen die echt zo'n heel perfect op orde huis hebben. En alles ja. altijd goed doen. En nooit huilen. En nooit. Want ze heeft ook heel veel inzinkingen. Maar wat ook heel logisch is. Want ze is gewoon nog steeds in de rouw over haar overleden man. Dat Wanneer is, is haar man overleden? Volgens mij drie jaar geleden. Ja. het was echt de liefde van haar leven. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ja, dat is gewoon verschrikkelijk. En, en daarbij heeft ze nu een hele. Zware baan waarbij je nooit slaapt, nooit goed eet. Er gaan veel sigaretjes en glaasjes wijn doorheen. Dus het is, weet je, het ja. drukt op haar. Maar ik vond het wel eens heel fijn om van iemand, uh, want je ziet natuurlijk ook wel eens documentaires over mensen onder nog veel bardere omstandigheden. Ja. Maar hier kan je je wel in verplaatsen. Ja. Het is gewoon iemand die er werk aan het doen is en er leven probeert te leven. En maar zo um, eerlijk. Oh, ze gaat dan ook de was doen na de vakantie. Daar mogen ze ook allemaal bij zijn. En dan gaat ze de was in de wasmachine gooien. Maar dan trekt ze dus het oude wasje eruit. En dan zie je er echt zo... Oh. Ach, want die nee, heeft er dan de heetje. hele vakantie in. in. <laughs> maar dat is ook zo mooi. Want dat mo moment wordt verder ook helemaal niet benoemd. Het is gewoon ja. zo van, eh, nou ja, die kunnen we weggooien. Ach, oh, dat is wel goud voor een documentaire. Maken, goud, natuurlijk. goud, alles goud, alles goud. Hoe, Hoe vaak, vaak per jaar zou je een was doen en dat je je oude was beschimmeld uit de wasmachine haalt? Ik bedoel, ik ga ja. nog steeds niet op de BBB stemmen. Dat hoeft ook allemaal helemaal nee, niet. niet. Want maar... ik heb nu reclame gemaakt voor de PVV en de BBB. Ik ben echt in een hele nieuwe moes gekomen bij deze podcast. Maar... Nou ja, en het is misschien de week van het nuanceren. Nou ja, en ook, ja. ja bijna niemand. Dat je in de dingen die je misschien iets minder leuk vindt, dat je toch de leuke ja, dingen kan zien. Het komt zien. ook een beetje op jouw verhaal terug. Natuurlijk. Ja, misschien wel. Ja. En het, het gaf mij gewoon, uh, ja, ik, ik kan soms best wel denken dat iedereen het heel goed op orde heeft, en dat is natuurlijk gewoon niet zo. Nee. En dat vond ik fijn aan die documentaire. Ja. En uh, daarom geef ik mijn week een Ach. 8, 8, 8, 8, 8, 8. Ach. Ja, Ach, dat deed ik. Ja. altijd. Dan ging zo fluiten naar een cijfer. Ja. Dus als ik een cijfer zeg, dan kan ik altijd een fluitje ja. doen. Dus dat. Nou, ik vind dat hele positieve cijfers. Zeker hè? Ik ben blij met deze cijfers. Ja, Aaf, het is een goede um, cijfers. we hebben ook een aantal reacties gehad. Ja, hele en die leuke. Reacties die gingen eigenlijk toch met name over een bepaalde periode in het leven van een vrouw. De overgang. Ja, precies. Zoals De jij overgang. dat noemt. Moedertje-overgang. Moedertje-slash-vadertje-overgang. Ja. Ik vond het nogal hartverwarmend om te lezen van een hele hoop leuke mensen dat zij dus of dachten oh dat zenuwachtige gevoel is dat wat de, de overgang. Ja. Jezus Mina wat 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 heftig. Ja. Ik ren nu ook naar de dokter. Ja. Of dat ze zeiden ja, het is de overgang, ja. want dit heb ik ook precies zo gehad. Ja. Ook mensen die nog andere klachten hebben gemeld ja. die ook heel herkenbaar waren. Mm -hmm. Wat zitten we toch met z'n allen in eenzelfde soort schuit? Ja, en dat maakte me ergens ook wel weer een beetje verdrietig want ik ja, heb ook best het, wel ja. lang in die schuit gezeten en niet wetende wat er met me was. Ja. En daardoor was mijn leven best uh, een stukje pittiger dan normaal. Uh, ja, het normaal. is niet een hele sexy schuit waar je in wil zitten. Nee, het he? is en echt geen leuke schuit, schuit, schuit hoor. Naar de kant. Nee. nee, bijvoorbeeld de puberteit nee. heeft ook zijn nadelen, maar die heeft ook weer zijn voordelen. Het is weer een, een andere maar. schuit. Dat, is ja. nog, dat heeft nog wel wat. Dat heeft ook ook wel gaan Het is net alsof hij zo de wereld uitvaart richting einde, richting de horizon en de dood. Ja, want daar kwamen we elkaar ja, op uit. Dat het allemaal door de dood kwam. Maar... Laten we het allemaal gewoon ook gezellig hebben op die schuit. Met een, met een theelichtje en een borrelnootje. Ja. En, een, en, een, en een glas bier. Ja, precies. En want, ik, ik ja. dacht ook van, er moet toch een postercampagne komen. Ja. Van mensen, mocht je zenuwachtig op de bank zitten. Je bent niet in een burn-out beland, waarschijnlijk. Nee. Je, je, dit is het gewoon. Ja. Het is dus echt zo. Hè, dat heel veel mensen denken dat ze een burn-out hebben. Terwijl het overgangsslachten zijn. En dat is natuurlijk best wel kut. Want dan ga je stoppen met je werk en dan, 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 dan zit je thuis. Maar dat is eigenlijk ook helemaal niet de oplossing. Ja. Zit je daar te rillen op de bank? Zo, hoe zou dit bij de Romeinen of bij de Germanen zijn geweest? Nou, of die gingen allemaal dan dood al lang op hun 40ste. Ja. ja, die hadden dat in de overgang. En, dan, en als je dan in de overgang kwam, dan had je heel veel autoriteit. Want dan was je oud en heel uniek. Ja, en, ja dan ging je als een soort matriarch rulen over de ja. anderen. En, en iedereen onderwerp aan je grillen. Ja. Ja, ja, zeker. Nou, dat doe ik toch wel, maar. Nee, maar ja. ik, vond dus, ik vond het dus heel, heel fijn en hardverwarmend... dat andere mensen ook dit soort dingen hadden. Maar ik vond het ja, ook... Ik kom mezelf helemaal uh, onder de thee. Oh ja, er oh, valt wel wat in. thee ja, over dat je... Is ook, dat is ook de overgang, jongens. Het is ook de He? dag van je de, de dispraxie, zullen we maar zeggen. Valentijnsdag. Ja. Maar um, um, ja, dat, dat, dat vond ik wel heftig. Want ik dacht van, oh, wat, wat erg eigenlijk... Ja. dat we allemaal zo in het duister tasten ja. over ons eigen lichaam. Ja. En geest. Eigenlijk best erg. Dat is ook omdat het natuurlijk heel veel... Vrouwen daar helemaal niet over willen praten, omdat ze namelijk heel jong willen blijven ook? en zichzelf niet willen scharen bij de oude mensen. Dat is het ja. ook. Maar tegenwoordig vind ik dat veel meer mensen er heel open over praten. Dat is heel erg goed. Ja. Maar um, net zoals ja. dat bijvoorbeeld mannen niet heel graag praten over hun haartransplantatie. Nee, of over hun prostaat. Of over hun uh, prostaatproblemen. Ja, daar wil je nee, natuurlijk echt of niet over praten. Ja, ja, nadruppelen. Zit het ook niet in de kroeg de hele dag over? Vrouwen te in de overgang. Bijna alle mannen schijnen dus na te druppelen. En daar hebben ze het niet over. Nee. Dat je het weet. Om het allemaal nog seksier te maken dan nou, ik, het al ik, is. Ik vind dat, ik vind dat wij één grote nadruppelende, ouder wordende familie mogen zijn. Ja. Dus <laughs> moeten dat toch ook allemaal maar omarmen. De vochtige familie. Het zijn toch hele lieve mannen die een beetje nadruppelen. Dat is toch allemaal helemaal niet erg. Nee, dat is ook helemaal niet erg. Dat is helemaal bedoel, niet erg. Als je maar regelmatig hygiëne hebt. Als je toepast, gewoon een schone slip aantrekt. Dan ja, kan je toch ook hartstikke aantrekkelijk zijn. Ja, dan druppel je even na dan ja, doe je een slip Ja, dan je dan doe je een schone onderbroek aan. Ja. En dan hebben we het nergens meer over. Nee, en dan ga je lekker naast je vrouw in de overgang zitten. Of je man in de overgang. Want die ja. zijn er ook namelijk. Ik kreeg een reactie van een man die ook in de overgang was. Oh ja? Ja. Oh, maar wat had die dan? Die had dezelfde soort klachten, die had opvliegers, stemmingswisseling. En toen was hij naar de dokter gegaan en die dokter had gezegd: Ja, meneer, het is gewoon heel gek, maar u bent in de Oh ja. Gaat ja. opvliegers. Ik probeer je nu even medisch, nu dat ik medisch heel verantwoord kan zeggen wat dat betekent. Ik, ik, dat, dat weet ik even nee. niet. dat zat. Nou ja, maar man, ik vond ik het was een hele ook leuke ver, uh, hormoonverandering natuurlijk. Ja. Maar dat ze opvliegers kregen, wist hij niet. De penopauze. Ja. Dat klinkt echt erg, hè? Ja, hè dan heb dan ik echt liever de menopauze. Alsof de penis dat tijdelijk wordt afgesproken. Ja, en nou pauze. In een, in een rek <laughs> wordt gelegd. Tussen een oude Kom jij over tien jaar en... maar weer ja. terug. Ja, we hem er weer aan. Nee, dat is eigenlijk zo'n rot woord. Zo'n stom woord, vind ik dat. Het is, te, het is te direct. Maar goed, die reacties waren dus heel erg fijn. Heel fijn. Ik heb ook nog, er waren ook nog een aantal reacties over, het, over de rituelen en over dat mensen oh. een knuffelvergadering uh, uh, hebben geïntroduceerd in hun leven. Dat is heel fijn. En daar heb ik toch een ontzettend lieve uh, reactie op gekregen. Die moet ik voorlezen. Oh. Nou kom maar. Met uw permissie? Jazeker. Vanmorgen begon de dag met een knuffelvergadering. Mijn dochter, vijf jaar, liet op een zeker moment een roze eenhoorn, een zin beginnen met namens de leerlingenraad. <laughs> en nu ben ik de rest van de dag extra dol op haar. Wat goed Duim dat het kind te. van vijf. Dat is überhaupt zijn woord. Namen iemand, namens jongens, namens de leden. <laughs> oh wat lief, Nou, hè? dat vind ik. Dat meisje, dat is natuurlijk. Oh, ja, dat is fantastisch, die dochter natuurlijk. Oh, oh. Lief, oh wat hè? goed dit. Ja. ja, dit is heel. Dat lief. je al leert vergaderen met ja, je Ja, Ja, is heel belangrijk. Je heb je je, je hele leven wat aan BVTTK en zo, dat soort oh, afkortingen. Ja, en een een mevrouw die vertelt over een verjaardagsritueel. Uh, zij kregen elke uh, verjaardag een feestboterham. Eén boterham in vieren gesneden en op elk stukje mocht je dan een ander beleg kiezen. Oh, dat deden wij vroeger ook wel eens. Ja, ja? ja, feestboterham. Ja, ja, maar dat deden we bijvoorbeeld gewoon op woensdagmiddag of zo. Ja, ja. vlokken, hagelslag en een kaas en kokosbrood uh, bijvoorbeeld. Dat is een goede tip, jongens. Want ja. Kinderen vinden het fantastisch. Want wij, oude vrouwen in de overgang, ja. we weten het nog steeds. Het Die is zo feestelijk. Ja, ja, met shoka vlokken. Ja, oh man. En, en, en dat was echt een feest, joh. Ja. Eigenlijk een soort tapas, à la lettre. Het was tapas, maar dan gewoon Hollands. Precies, gewoon op een bruine boterham. Gewone tapas. <laughs> Het waren gewone tapas. <laughs> Mijn moeder had ook wel eens op verjaardag... dan had je zo'n... dat heb je nog steeds... zo'n um, doosje met um, uh, hele kleine belegjes... Oh, en dan mocht je dan ja. nou kiezen welk beleg je. Dat je... koop ik altijd als we naar een huisje gaan. Precies, Van anders. die kleine jammetjes en kleine ja. hagelslagjes. Blijft toch altijd, dan ben je ook ja. een beetje jaren. Nou, dat is toch? altijd feest. Ja, ja. Kleine ja. fruithagel Signifies ja. a party. Mijn moeder zou zeggen: kleine grappigheden die het leven versieren. <laughs> die het leven versieren. Ach oh, god, wat lief. Ja, maar het is wel goed. Ik zie toch wel veel van jou ook in je moeder hoor. Kleine van je moeder grap. in jou bedoel ik. En andersom ja. waarschijnlijk. Ja, jij bent ook wel van de kleine grappigheden die je leven versieren. Heb jij zin in een heel klein probleem? Of heb je zin in een, in een hele, grote, hele groot, dik vet probleem? Doe maar een groot, dik vet probleem. Ja. Draai ik toch even mijn tablet? Want <laughs> Ik heb het heel mooi geformuleerd. <laughs> Waarom, beste mensen, schrik je altijd van foto's van jezelf? Dat je denkt, ha! oh god, oh, wat is Oh, ik ben het. Ja, waarom, erg hè? Waarom, 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 waarom? Het is zo... En van snippets van jezelf op Instagram. Ja. Als je bijvoorbeeld een podcast hebt. Een mes in je hart. Dan moet ik, denk, ik altijd, dan stuurt Floor die, die snippet. En dan denk ik, gewoon even nu niet kijken naar al je gezichtsuitdrukkingen. Ja. Gewoon puur even op tekst. Puur ja. even op, op inhoud. Terwijl, als ik naar een snippet kijk en ik schrik er echt van mijn eigen kop. Dan zie ik jou en dan denk ik niet, ah nee, ik schrik nooit ik van jou. Nee, ik ook nee. Ik, Dus dat... je schrikt dus nooit van, van een ander. ander. Nee. nee, dat is echt iets. Dat is een, 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 een fix staaltje zelfhaat. Dan ja. heb ik jou daar. En dat heeft, heel, heeft uh, bijna dat... iedereen volgens mij. hoor. Ja. Nou ja, behalve van die mensen die de hele godgangse dag selfies van zichzelf zitten te maken. Maar... Ik denk, zouden die mensen ook een soort zelfhaat hebben? Zou nou... onder het narcisme van de hele dag selfies maken? Een soort verse zelfhaat zit. Nou, dat wordt bedekt. Er zit natuurlijk wel iets onder van onzekerheid, want die selfies zijn nooit in één keer goed. Dus die selfies, daar moet dan heel veel, heel veel takes overheen. En ja, vaak wordt veel er nog een filter overheen en een gelegd. En ik zie ook wel eens mensen die dan bijvoorbeeld op Instagram hun Wallen hebben uitgebeige, maar dat zie je dan heel goed. Dus je hebt <laughs> dan twee van die beige streepjes, weet ja. je? Dat je denkt, ja, je moet het wel goed bewerken. Nou, ik had laatste keer toen wij deze podcast in de zomer opnamen had ik mezelf mijn eigen wallen uitgeberst. ja maar dan in real zijn. life ja en toen was het net even een tintje lichter dan dat oh en dat dan, zag je toen dat, op de dingboot ja toen waren we naar Vlieland gegaan heel bruin en oh dan ja dan zie je ja. Zo, jezelf als een soort toen omgekeerde -bril. panda ja, ja met zo'n skibril. wat ik echt het allerstomste vind ooit ja. zo de ski -bril. nee maar de mijn dus wat, we wat, doen we wat, wat? natuurlijk in het echte leven ook ja maar ik wat zit is ook ochtends camouflage dingen op mijn oh dingen zeker ik zit alleen maar te camoufleren ik heb gecamoufleerd jongens omdat ik op YouTube kom ja ja, dan, vind ik zelf toch prettiger ook. Ja, maar eigenlijk doen. zou je natuurlijk moeten denken, ja, ja I am what I am. En ik, ja, ja, je doet het er maar mee ja. met die knalrooie neus van Waarom mij. Waarom doen we dit eigenlijk? Waarom smeren we make-up op ons gezicht? Is maar dat... wat wel een truc is, Lies, in, de, in deze. Ja. Of ik heb eigenlijk twee trucs. Ik heb twee trucs. Heerlijk. Je moet eens uh, oude foto's van jezelf bekijken. Ja. Want toen had je dus die, die afschuwelijke zelfhaat ook waarschijnlijk. Zeker. En nu denk je, zo, ik zag er best wel patent uit, ja. zeg. Um, en je moet foto's van jezelf... Want ik heb gisteren toevallig een foto van... Want we hadden de uh, zomervakantie gisteren geboekt. Ja. Dus toen stuurde ik een foto aan Gijs van mezelf... Op die plek waar we heen gaan. Ja. Van joepie, joepie. En toen dacht ik zo... Ik zag er echt goed uit in de je zomervakantie. Hebt gewoon al je zomer, ik, sorry, ik heb een vertraagde reactie. Nu al je zomervakantie geboekt? En het zat allemaal vol. Ik, echt, ik, heb, ik heb gebeld met, met Corsica. Zo wanhopig was ik. Ik ging bellen met iemand die Frans praat. Zo wanhopig goed. was ik. Ja. Nou, het is natuurlijk niet over de hele wereld vol. Maar ik heb het gevoel dat mensen steeds vroeger alles boeken. De boot zat ook al uh, helemaal mooi. Mutje vol. De boot zat al vol? Ja, er zaten best wel boten al vol. <laughs> Even een heel ander probleem. <laughs> ja, want. Sorry, Liz. Hoe moeten we lezen? Hoe? Ja, het is belachelijk. Het is februari. Ja, ja. Maar goed, Corsica is een. Er, er zijn niet veel huizen en boten. Nee dus misschien is dat het probleem. Ik, ik krijg nu ook gelijk het gevoel, heel sterke gevoel dat ik echt iets heel fout doe in mijn leven. Nou, ja, ik zag me ook helemaal kapot, eerlijk gezegd. Maar goed, ja. Nee, je hebt dus goed gedaan. Begin jij niet intens tevreden naar bed? Ja, gisteren, heel. Daarom had ik dus die foto ja. gestuurd van yes. Dus, dus foto's van jezelf in de zomer. Ja, zo even terug. Ja, terug we gaan naar ik de ga straks je helpen met een reisboeken. Ja, ja. foto's en, van jezelf dat... kijken. Ja, en wat ik dus heb geleerd van mijn guru die ik ooit uh, hier ook heb ge. ge, ge neergezet. Ja. Sophie Fontanel. Dat is een Franse stijlicoon. Uh, ja. En die was altijd een beetje ontevreden over zichzelf. Op foto's, in de spiegel. Hartstikke mooie, stijlvolle vrouw. Ja. Maar die schreef juist, dat vond ik ook weer verfrissend. Toen ik elke dag een selfie ging maken. Zij maakt niet echt een selfie, zij maakt altijd een foto in de spiegel, omdat ja. ze een boomer is. Dus dan zie je ook haar hele outfit. Dat ja. is ook leuk. En toen zei ze toen ben ik echt van mezelf gaan houden. Want ik... ik ik wist ineens van, oh, dit staat me goed en dit is het ja. leuke licht. En dit, het, het is ook niet zo dat ze die foto's heel erg nabewerkt of zo, hoor. Maar ze, ze kreeg ineens oog voor haar mooie kant. Juist door selfies. Dat gek vond ik is ook dat, wel eens hè? grappig, ja. Dat is gek. Ja, maar ik snap het wel. Ik moet zeggen dat het is ook niet zo dat het erger wordt nu je ouder wordt. Dat is het nee, niet. het is Want altijd het, hetzelfde. Ik, ik moet zeggen, het is altijd hetzelfde. Ja. Of, nou, ik, ik ging dus die publiciteitsfoto's gisteren maken... En dan calculeer ik al de reactie in. Dat ik denk, wat ben ik weerzinwekkend. Ja. Dus ik, ik ga al, ik loop al naar die monitor om ja. te kijken hoe die foto's met lode zijn schoenen. met lood. Nou ja, of gewoon een soort murf voor de weerzinwekkendheid die ja. mijn foto bij mezelf gaat oproepen. En dan denk ik, nou ja, goed, je laat het maar. Ja, maar. Maar heb je? Want zo'n fotograaf maakt meestal heel veel foto's. Ja, er is er altijd wel eentje Precies. waarbij je niet met je mond open en je ogen dicht dichtop zit. Ja. Ja. Zoals bij de meeste foto's die ik. Ja, maar. bij mij is het altijd dat ik mijn hoofd zo ver intrek... dat ik ze even onderkinnen heb en dan ja. ga lachen. Dat is niet mijn beste Mijn moeder hoek. stond altijd op foto's alsof ze op het punt stond... om iets te gaan zeggen. Oh, ja. Met getuite lippen en ja, een beetje als Dries van Acht. <laughs> dus uh, zo. ja Sorry dat de mensen het nu niet kunnen zien. <laughs> Ja, ik probeer het nu, ja, ik, hoe moet ik dit beschrijven als je dit luistert op Spotify Ja, een soort getuite mond, getuite een soort duckface, mond. maar dan meer drieën van acht Ja, achten. duckface, maar dan niet wetende wat een duckface nee, is, nog nee. nooit van gehoord. En met een soort rare, ge, 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 gekke wenkbrauwtjes, alle foto's waar mijn moeder op stond. Ja, maar dit is ook mijn lot, want ik ben, mijn gezicht is erg bewegelijk, zeg ja. maar. Nou, dan ben je de lul. Dan ben je de lulpfoto's. Je, dus je, je, lul. je moet een soort serene vrouw ja. zijn die altijd met haar kind zo naar voren zit. Precies. Ja, oh is, god, ik, dacht, ik zie ik... dat jij tips gaat voorlezen. Nou, ik heb dus... Um... Nee, helemaal niet oh god bedoel ik, maar goed juist. Uh, oh, oh. Goed. Die is ik dus wil even, even zeggen dat me sommige mensen hebben een onhandigheid in hun gezicht. Ja. Waarbij ze als er dus een foto van ze wordt gemaakt, dat ze meteen in een soort gezichtskramp schieten. Ja. Ik had dus opgeschreven hoe dat heet, maar goed. Oh, daar is echt een naam voor. Nee, ik, ik, ik zuig het echt uit mijn duim. Nee, het, ja, het heeft te maken met dat je dus... Sommige mensen kunnen heel goed hun gezicht ontspannen. Ja. In een soort, op een soort manier waarop het dus heel voordelig op een foto Precies. staat. Maar nooit zie je eigenlijk die uitdrukking bij iemand... gewoon als er geen foto wordt gemaakt. Dus ik heb bijvoorbeeld dan oh. een fotohoofd... Bijvoorbeeld, dan dat je dan zo je kaak laat zien. Oh dan ja, dan een kijk kleine dan kijk tilt. je Een beetje van eigen, vanuit een ooghoek. Dan heb je namelijk. Dan is je kop strakker of zo. Heb maar ik dat, het idee? Dat, dat Dat heb je gewoon doorjarig jaren uh, fotografie geleerd. fotografie ja. geleerd. Uh, maar dat zo kijk je natuurlijk ik nooit. Als, nu, ik, als je je beste ziet. vriendin op de markt ziet. Hey, nee. Als je kijkt. hé, hey, hoe is het? Nee. Ja, goed, want, Nou, je je er zijn wel zo... mensen die de hele dag zo bewegen. Die zijn gek, maar Die zijn gek. Ja. Die zitten ook, hele het zo. Zo ja, zo hun haar zo de hele tijd zo aan te raken. Ja. ja. Maar ja, dat is een heel vermoeiend. Maar dat leven. wordt dat een neurotisch ja, weg, dat is niet dat dat is ook niet aantrekkelijk. Dat wil leuk. heel nonchalant zijn. Ja, precies. Je wil gewoon jezelf zijn. Ja, dus het heeft ook te maken met je moet ook maar geluk hebben ja. en niet pech zoals mijn moeder in dit geval. Ja, en ik. altijd alsof ze dus met zo'n heel rare verkrampte kop. Ja, het, fotogeniek is wel echt een ding. Ja, maar dat heeft dus te maken met een soort deadpanachtig ja. iets. Ontspannenheid en ja. een soort van hele goede filmster hebben we dat ook, oh, alleen de ja? lon bijvoorbeeld, wat gewoon de nog... Knapste man. Ja, die is ook gewoon heel knap. Dat helpt Ja, Die ook. deed gewoon helemaal niks. Die had gewoon dat, dat gebeeldhouden hoofd en die draaide het dan weer even links. Ja, en dan scheen de zon weer op dit. Ja, de zon daarop en dan dacht je, wat denkt Alain Delon aan? Ja. En dan scheen die de andere kant, dan denk je, oh, hij is heel verdrietig. Ja, en dan dacht hij waarschijnlijk helemaal niks. Dacht hij <laughs> helemaal niks. Dacht hij, ik je jeuk aan mijn ballen, dacht hij. Weet je wel? Dat weet je niet. En zelfs niet. dan straalde die ja. glamour uit. Heel mooie mensen heb je de neiging om van alles op te projecteren. Ja, omdat he? ze een soort blancoheid ja. hebben. En dat op een foto helpt dat ook heel goed. Ik vind het hele goede inzicht, Maar jij hebt dus wel een manier gevonden om, om fotogeniek te zijn. Nou ja, je hebt gewoon drie hoofden die je kan trekken. En dan, dan, dan is het wel een beetje uitgeput het repertoire. Je hebt drie toch? hoofden. Wat is dan de tweede en de okay, derde dus hoofd? Het eerste hoofd is dus die. Ja, dat nou, je dan een dan je je natuurlijk die. Want dat andere toch kant. Het. Ja, maar je hebt ook altijd een betere je, kant. En dan doe ik een beetje... Alsof je moet lachen, maar niet helemaal. Want als ik moet lachen, dan heb ik geen ogen meer. En dan zie je eruit. Nou, zie ik er toch ook weer uit als mijn moeder. Ja. Dus dan doe ik... Een kleine, lach met een, een beetje een Mona Lisa-achtige lach. <laughs> zie je het ah? <laughs> Kunnen jullie het ook zien, jongens? <laughs> als je nou oh, een hele oude Flair uit 1979 openslaat... waar ik in sta met uh, rubriek... wat zit er in je koelkast of zo. En dan staat een foto bij en dan zie je mij zo. <laughs> Omdat... Ik heb ook wel eens dat een hele serieuze foto van jou gezien. Die ik heel mooi oh, vond. Ja? Ja, volgens mij was dat in de Linda. Dat was toeval. Nee, helemaal niet. Je bent gewoon een hele knappe vrouw, Lies. You, you better believe it. Nee, maar je keek toen gewoon... Je keek gewoon inderdaad ook weer heel deadpan die camera in. Ja. Misschien juist omdat je ook niet lachte en zo. Omdat was dat je echt je zo... bent. Het was heel serene. Het, ja. het was een soort van serene... Het was een soort heilige-achtig. Ja, het is een het is toch, je moet je over een bepaalde gênantheid Ja, En dat kan hè? ik dus niet. Dat kan ik gewoon yeah. niet. Ik kan. Ik, ik, bedoel, ik kan niet eens vo poseren voor foto's, gewoon met z'n allen in een restaurant. En we maken even een foto. Dat lukt mij al niet. Laat staan voor een professionele. Ja. En dat er iemand bij staat die het licht doet en iemand die ja, een, even je neus. En eigenlijk moet er een soort gouden combi zijn: van dat iemand even goed naar je gezicht heeft gekeken en het gewoon heeft, zo heeft opgemaakt dat de schaduw ja. net even wat anders valt. Zacht licht. Ja. Dus dat is dus heel zacht. Een soort hele zachte. Magic-hour-achtige ballon. Ja, voor vaseline je neus. op de lens. Dat. En iemand die je zo op je gemak ja, stelt dat. dat je toch nog heel even aan andere dingen denkt. Ja. Of dat je denkt, oh, ze of dat je, oh, dat je echt een beetje dus... lacht met je ogen ja, ook. Hè? Dus, Zoals dus, uh, Tyra Banks dat altijd zei bij Merkle: Smijten. Smijten. Ja, maar die is eng. Die vind ik echt ja. niet aantrekkelijk. Nee, joh, vind ik ook niet. Dat nee. vind ik een, bit, een soort bitspring gaan. Ja, of, of dan dan kijk een beetje ik liever een naar emoji. een emotie gaan. Maar, maar wat ik wel waar vind aan wat zij allemaal zegt over het modellenleven. ja, ja Daar heb ik natuurlijk zelf ook Tyra, wat zegt ze? zoveel ervaring ja, mee. Ja, 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 maar dat ja. smijzen. Ja. Dat, <laughs> dat probeer ik wel altijd te doen als ik op de foto ga. Maar hoe doe je dan? Nou, ik kreeg altijd na tien minuten kreeg ik al een hele dode blik. En dan ja. zei de fotograaf ook van, je droomt een beetje weg, geloof ik. Maar dat is ja. gewoon omdat ik aan het dissociëren ben. Ik denk gewoon, ja, ik wil hier niet zijn. Ik, wil hier ik, niet wil, zijn. ik, wil ik denk aan ik. mijn boodschappen. Ja. Dus nu probeer ik een soort van... Ja, ook. Ja. Ja. Blik in die camera te hebben. Maar ik vind ik schaam me tegelijkertijd. Hè? Ik bedoel, ik schaam me. En ik probeer mijn tanden niet te laten zien. Je hebt zo mooie tanden. Ja, maar als je dus met je tanden gaat lachen. Dat heb ik ook een keer een fotograaf zeggen. Van, oh, je, Nooit hou oh, je, je lippen maar even nou, op elkaar. Weet je, mensen die heel veel tandvlees hebben. die hebben daar. Die, 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 die doen dat natuurlijk liever niet. Nee, in jouw geval. Ja, maar als je met je tanden gaat lachen. wordt het al zo gauw zo echt zo. 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 <laughs> Weet je wel? Oh, mensen. Ja, ik ben een bronskostje. Ik ben een schrijver. Ik, niemand lacht ja, ooit nee. in het leven zo. Met nee. al die tanden. Meestal lach je gewoon. Met je. Dus. <laughs> ja. ja. Nou ja, je hebt wel eens van die foto's. Die staan ook heel vaak in damesbladen, zal maar zeggen. Van deze. Oh, ah, ja, ja, ja. Maar die moet ik echt je hoofd niet doen. Moet ik overleggen? En dat zijn heel vaak de foto's die ze ook gebruiken. Want er zit een soort beweging in. Ja, zo. en in de allerhanden staat dat ook heel vaak. Alle want dan zitten ze met ja. z'n allen aan een, een, een rij. die met gedekte... een grote ja. dampende pan zo... Ja. <laughs> en dat, dat is dan van... Whoop, caught in the moment, ja. weet je wel. Maar, maar als ik, ik te... dat ga doen... Als je moet poseren is dat echt afschuwelijk. Ja. Maar dan zeggen ze... Oh, I love it, I love it. Goed zo, ja. goed ja. zo. Ga ja. Ja. Door, door, mooi, mooi. Ja. Ja. Goed zo, en nou die kant. Ja... Oh. En draai je mooi die arm, mooi. Ja. Probeer je kin omhoog te. Sorry. Probeer je kin omhoog te. Af, probeer... Nou ja, dat. dat is... Ja, dus je moet heel veel dingen tegelijk proberen. Behalve ja. dus bij fotografen die goed zijn en je gewoon op je gemak weten te stellen. Die doen dat niet. Ja. Die zijn gewoon leuk en daardoor word je ja. zelf ook knapper heb ik het gevoel. Ach, ze zijn eigenlijk bijna altijd heel erg lief. Nee, maar er zijn inderdaad mensen die, die, gaan, die gaan aanwijzingen geven waar je misschien vooral als weet je wat? Ja. Doen, doe iets leuks met je ja. handen. De, ja. Even je ja. kin nog ietsje naar voren. Met, iets één, met, voet, met één voet op een wit blok. Ja, bijvoorbeeld. <laughs> of wat ik heel moeilijk vind is lopend op de foto. Dus loop naar me toe. Stop, maar ja. hier. loop maar weer naar, ja. loop maar naar me toe. Nou ja, dat is toch. Te... Dat haat ik ook. Ik ben wel eens door zo'n rol heen gestapt. Ken je dat? Oh, dus zo'n uh, ja, rol dus, papier. Die jongens, hier ook... Als je dus in de studio staat, wat ik hoop dat jullie nooit zullen staan, dan is het. Nou nee, zo ergens ook weer niet. Nee, Andere joh. mensen staan in een fabriek of zijn in een slachtoffer. Ja, dat is echt veel vervelender. Ja, precies. Laten we nu niet, hè, niet te zielig doen. Niet te zielig doen. Jij staat dus in de studio en dan hangt er achter jou een rol, een hele grote wc-rol. Ja. Ja. En die wc-rol loopt naar beneden en die is afgescheurd bij jouw voeten. Ja. En, die achter... en dat lijkt dan alsof je in een oneindige ja, zee staat. of, ja, een, lucht, of een... een hele grote witte ruimte. Ja, die we zegel kun je dan uitlichten. Soms heeft hij een kleur. En die is ook heel duur. Ja, dat zal dat wel. Geloof he? ik. Ja. Nou, als je dus te ver naar achter loopt, dan trap je daar met je stiletto hak... die je voor de gelegenheid aan moest in. En dan valt er even stilte in de studio. Nee, dat, ik heb dat... Uh... Het was hartstikke lief trouwens gisteren. En niet dat je nu denkt, god, wat zit ze te zeiken over niks. Maar je bent een soort van self-conscious ja. over die hele... Nee. Maar wat natuurlijk het ergste is, is zelf een foto van jezelf maken terwijl je zit te poepen. Of weet je, als je op de wc zit ja. en dan zet je de camera ja. aan en dan ja. ben je cold in the moment. Dat, heb je wel eens dat, dat je dus een foto wil maken van iets en dat je een per ja, op, op, de andere op, op, kant op jezelf op zet. Ja, zet en heel dat heel je vaak. jezelf dan ziet? Ja. Huh? Dat je denkt, is dit een mens? Ja. Ja. Oh, is dit een mens? Ja. Wat is dit? Is dit... Maar dan, op dat moment moet je dus even gaan zoeken. foto's waar je, ja. je uh, kist op het strand zat. Zo is het gelukkig. En, terwijl als ja. ik een foto bijvoorbeeld van jou zou zien, zo. Van als ik nee, dan, dan zou je, je is, prima dan trekken. Zou ik zou oh wat heerlijk. Hij ja. heeft zichzelf bij het koken gefotografeerd. Ja, leuk. Ja, nee, dat is inderdaad dat van is een ander. Je het van een ander lief. Ja, je trekt heel veel van een ander. Ja. Weet je beetje wat ik ook mooi, altijd lief, zo gek? Ja, je partner ook. Ik, ik refereer nu de hele tijd aan met Americas Next Topmodel. maar ik voel vrij veel naar gekeken. Wat je ook van, van hun moest doen, dan had je zeg maar je sleutelbeen en dan moest je laten zien. Dan moest je poppen. Dus dan moest je <laughs> zo naar voren poppen en dan had je hier zo'n kuil, weet je maar wel? Maar pop je je ja, sleutelbeen. Ja, nou, echt. Ik heb dit, dat zo, dus best wel dit, vaak dit. geprobeerd voor de spiegel. Ja, dus je doet eens zo. Ja, en dan, en dan, dan, dan doe je zo. tok. Weet je wel? Zo, dan dan komt dat bot een beetje naar voren en dan heb je hier een kuil. En die kuil moet je zien. Ja. Maar ik vind dat zo'n onnatuurlijke houding. <laughs> ik heb het namelijk wel eens echt geprobeerd. Ja. Zo. Maar dan zit je dus helemaal met je schouders naar voren. Ja, maar dus dat is gek. als je heel lang en dun bent. Ja, als je een soort hinder bent. Ja, precies. En dan doe je en dan, zo. Ja, kijk, en dan... eens, kijk eens hoeveel botten ik heb, jongens. Ja. Kijk eens. Kijk mijn botten. Ah, ik heb meer botten dan jij. Ja. dat. Ja, het is, ja, maar die, dit soort tips, dat, dat, dat onthoud ik dan wel mijn hele leven. Dat is wel een beetje wonderlijk. Ja, dat is eigenlijk ook prima natuurlijk. Nee, maar in de mee. praktijk brengen lukt mij niet. Kan ik niet, of ja. wil ik ook die eigenlijk die tip van die kaak naar voren, die heb ik ook een keer denk ik dan maar gehoord. Ja, ik. en uh, heb je ook wel eens gehoord van je tong tegen je gehemel te drukken? Ja, maar dat doe ik nooit. Oh, dat doe ik best wel vaak. Heeft ook een ik, keer ik iemand er tegen Zie je me? Het nu? Ja, ik zie het heel erg. Echt, tien jaar jonger. Oh ja, ik heb het gevoel... Ik heb het gevoel. Ja, ik heb het gevoel. Dat ja. je intrekt. Oké. Okay. <laughs> ja, iedereen weet dat je het niet dat je, je kin in moet trekken. Nee, zo... maar dat doe ik dus aanhoudend. En of zoals mijn moeder <laughs> dit moet doen. Zo oh, lief. Hè? Maar weet je waar, je waar je natuurlijk eigenlijk naartoe moet, is het onderliggende probleem. Dus even los Jezelf van. Vinden. Ja. ja, precies. Oh, klopt. Toch? Kijk, oh, jij hebt er ook een oplossing ja, het voor Het oh, ook Godzijdam. een wetenschappelijke achter, achter situatie achter te zitten, jongens. Er is een psycholoog die heeft beschreven het uh, meer exposure-experiment. Hier kan je Oh dat, ja. Uh, je, oh, hier kan je dus zal ik me zeggen mee tegengaan. Oh, wat goed. Uh, een soort je leert. EMDR. Je leert volgens die psycholoog te houden van mensen, objecten en beelden waaraan je met regelmaat wordt blootgesteld. Dus hoe vaker je die foto ziet van jezelf die je lelijk vindt, hoe vaker je die foto ziet, hoe meer je geneigd bent om te denken, ach, prima. En oh ja? dat moet ik wel eerlijk toegeven. Als ik dus een foto van mezelf zie die ik haat of afschuwelijk vind, als ik die dan bijvoorbeeld een uur later terugzie of twee uur later, dan of twee is het dagen, minder. Dan vind ik hem minder erg. Ja. En dat is een heel opmerkelijk effect. Ja, het schokeffect is er dan het af. Het schokeffect is weg, omdat je dus uh, je bent eraan geëxposed. Ja. Nou, maar wat zo raar is hieraan is dat jij herkent je eigen gezicht bijna alleen maar vanuit spiegelbeeld. Ja, dat en je is gezicht het. is niet helemaal symmetrisch. Ja. En uh, je scant dus je gezicht van nou, ik zie er goed uit. En dan zie je een foto van jezelf en die is meestal niet in het spiegelbeeld. Dat is inderdaad ook heel raar. En daardoor schrik je ook. Want ja. je bent dus geëxposed door dat effect aan je eigen spiegelbeeld. En ook aan een soort uitdrukking. Waarbij je jezelf, waarmee je jezelf bekijkt voor de spiegel. Ja, je spiegelhoofd. Die is altijd een soort neutrale uitdrukking. Ja. En je spiegelhoofd, heel serieus. Ben je nooit aan het praten als je nee, in de spiegel kijkt? Nee, dus je zit niet zoals mijn moeder met nee. getuite lippen. Alsof je in het volkslied wil Nee, je zingen. bent juist eigenlijk ontspannen en ja, zwijgend. Ja, je kijkt ontspannen. En dus je bent eigenlijk gewend om jezelf op die manier te zien. Ja. In het spiegelbeeld, met, die, met het spiegelhoofd. Ja. Maar op een foto sta je nooit, zeker niet als die onverwacht is genomen, met je spiegelhoofd. Nee. En je staat voor jouw gevoel. Verkeerd om. Verkeerd om. Ja. Dus je denkt: van, wat is er met mijn gezicht? Gadverdamme, wat ja. is mijn neus? Wat is mijn neusgat raar? Ja. Maar dat schijnt dus een heel sterk effect te zijn. Moet en je... daarom trek je dat van een ander natuurlijk veel ja. beter. Want die zie jij altijd zo. En in, ook met alle bewegingen en het praten. Precies, en, en dan moet je maar eens kijken. Af, als je bijvoorbeeld hè, dus je kind of je, of, of je partner. of weet ik iemand die je dus heel goed, ziet, heel goed kent en dagelijks ziet. Die, daar moet je een keer naast gaan staan in de spiegel. Ja. En dan moet je kijken naar die andere en naar hoe je, diegene zichzelf ziet hè wat is er nou met zijn gezicht ja Wie kijkt hij raar en dan zie je pas hoe, hoe je dus gewend bent aan je eigen ja spookbeeld. oh wat een slimme is ja, dit hè? zeg ja en dat is natuurlijk ook met je stem want ik ben er nu wel aan gewend omdat ik al die podcasts maak maar ja? Vroeger als ik mijn stem opnam, dan schrok ik me helemaal rot van mijn eigen stem. Want je hoort je eigen stem ook heel anders in je eigen hoofd ja, klopt. dan als je het op een bandje hoort. Ja, net zoals dat je je eigen accent bijvoorbeeld heel moeilijk kunt horen. Ja, en dan hoor ja. je het ineens wel als ja. het afgespeeld wordt. En, dat, en ook mijn eigen lach en zo. Ik vond het allemaal heel ja. erg moeilijk te pruimen. Maar dat is omdat je het dus in je hoofd heel anders ervaart. Ja. Dus je waarneming van jezelf is anders dan ja. als je jezelf... Via anderen waarneemt, zou ik zeggen, middels een foto. Eigenlijk zie je anderen veel beter. Ja, wat diep. Je kunt anderen eigenlijk veel beter waarderen. Ja, daarom, omdat je ze zo goed ziet. Raar, ja. echt. Oh, dat is, is toch heel raar, psyche. Wat hè, is dit? het? Maar ik vind dit wel een goede. En ook dat van die foto, dat je, dat ja. je inderdaad gewoon zo'n foto ergens ophangt. Laten we dan nu eens gaan proberen. Dus een foto van jezelf, ja. die je echt, echt niet die leuk vindt. Die best wel vervelend die, is. Er ja, nou eenmaal die foto. Ja, die, die, die ga je genomen. wel vinden op je filmrolletje. Die vind je, die vind ik. Ik heb er denk ik zo'n 7000. Ja. Hele albums. Uh, kijken dan daarna nog een keer naar. Ja. En proberen ze bedenken, Schrik je net zo erg? Ja. Gaan we proberen. Self-exposure. Nou ja, ja, dat is misschien wat Sophie Fontanel ja. ook zei. Van ze maakte elke dag zo'n selfie. Ja, op een gegeven moment word je Murf. Ja, je bent afgestomd. Ja. ja, dat is waar. Ja, net als heel veel Heb slecht ik nieuws veel werk, kijken. Als ik heel veel werk, dan zie je ook zelfs jezelf de terug op een monitor. En dan ja. ben je na een paar weken ben je wel door de fase heen. Jezus. Ja, ben ik dat lelijk. zal wel moeten, want anders word je helemaal knetter, natuurlijk. Ja. 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 Fascinerend ik, is ja. dit. Maar ik vind het wel fijn dat er gewoon ook een paar hele normale redenen voor zijn, behalve zelfhaat. Dat het gewoon echt ook iets is met je, ja, dat het allemaal helemaal omgekeerd is en eigenlijk gewoon niet klopt in je ja, hoofd. In je gezicht of in je, in je, in je hoofd ja. heb je het anders, heb je je eigen een optische illusie. gezicht anders opgeslagen dan ja, dat, je er werkelijk dan dat, dat het is. Plus je spiegelhoofd, dat hele serieuze ja. hoofd. Ik kan ja. er ook wel van genieten als je dan bijvoorbeeld bij de stad Schouwberg, in de wc's en Vrouwen andere zintaas doen. En die ja. trekken dan het spiegelhoofd. Ja, ik doe, doe dat ook de hele tijd. zo dus links. En dan ja, haar zo. ga ik mijn haar zo opvluchten ja, Terwijl ik weet, ja. ik loop nu één meter en dat haar dat zit dan weer helemaal kwetsbaar. anders. Ja eigenlijk wel. Daarom vind ik het uh, altijd soms een beetje moeilijk als er heel veel mensen zo'n wc in en uit lopen. Dan kan je niet lekker je spiegelhoofd een beetje nee, doen. Klopt. Ik vind het ook altijd lief als mensen dan bijvoorbeeld een heel make-up tasje tevoorschijn halen en een ja. eyeliner gaan trekken. Ja, en gewoon ja, beige op. Weleens. Weleens. Ja, ik ook hoor. Ik doe dat ook midden in de trein, Daar zit ik echt niet mee. Nee. Nee, maar dan zie je wel mensen soms kijken van: je ben jij Jezus, mannen doen?" Het is die vrouw, hele make Ja, als je jezelf haat, laat het zitten. Laat die make zitten. Je bent mooi zoals je bent. Je bent mooi. Oh, het licht is goed. 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 Goed mensen, opgelost. We hebben dat opgelost mooi opgelost. Dan gaan we nu nog even een ander probleem oplossen. Oh ja. Want we kregen een, 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 ja, een interessant probleem van Zal een luisteraar. Lieve avond en Lies, mijn dochter zit met veel plezier in de brugklas. En daar moet ze met regelmaat samenwerken. Nu is een van de beste vriendinnen van mijn dochter sinds de eerste schooldag inmiddels best een uitdaging. Een superlief meisje, maar wel met een gebruiksaanwijzing. Ach, wel kind niet. Dit meisje is soms zo enorm dominant en goed gebekt dat mijn soms wat timide dochter die druk niet aan kan. Ik ken de moeder van het andere meisje redelijk goed en we hebben al eens met de meisjes om tafel gezeten en alle dingen waar ze beiden tegenaan lopen op een fijne manier besproken. Dat was een verhelderend en goed gesprek, maar na verloop van tijd bleek de dominante houding toch weer een spelbreker, vooral in de samenwerkingen. Gevolg: samenwerkingsprojecten lopen soms in de soep. Met als gevolg een negatief effect op het schoolresultaat. Lees, mijn dochter moet vaak het werk doen. Ik heb toch maar weer contact gezocht met die moeder, deze keer met onderliggende voorbeelden in de hoop dat dit zou helpen. Maar die moeder doet nu eigenlijk de deur dicht en vindt dat de meisjes het samen maar moeten oplossen. Maar daarom benader ik haar juist, want dat gaat nu eenmaal niet omdat de druk van het dominante vriendinnetje te groot is. Ik heb dan de neiging om dan maar zelf het meisje erop aan te spreken als het weer zal gebeuren. Maar dat kan natuurlijk ook niet. Hoe kan ik mijn dochter het best adviseren? Want ik zie en voel dat mijn dochter de vriendschap niet wil verliezen... maar wel zichzelf verliest in het dominante gedrag. Oh, ja, dat is mooi. moeilijk om te zien. een lief zien. probleem. Ja. Ik, denk dat, ik, denk, ik denk dat dit een hele lieve moeder is. Ja, dat denk ik zeker. Ik zou eigenlijk allereerst willen zeggen, wat heb je dat goed gedaan? Ja, want dus ik vind al dat die, die, die ene keer om tafel gaan ja, al... Je uh, ja, je hebt het erover gehad, je hebt besproken... Wat de voor- zijn tegen. Nou ja, gewoon, nee, niet de voor- zijn tegen. Je hebt besproken dat het soms fijn is om vrienden ja, te zijn. Ja, dus dat weten dat je die ook... meiden nu ook ja, gewoon. Dat, dat, dat vindt, ik vind dat je dat heel knap hebt gedaan. En dat je misschien nu ook toch het zelfvertrouwen moet hebben om te denken: ja, ik heb dat gedaan. Ik heb met mijn kind erover gehad. Ja. Ik zie nu ook wel in welke valkuil ze weer trapt. Maar misschien is het ook fijn om haar op een of andere manier te, te gunnen. Dat ze die les zelf gaat leren. Ja, ik snap heel goed dat het is je het heel denkt, moeilijk om aan goed, te zien. Ja, ik wil dat het, dat het, dat het, dat het, dat mijn kind bejegend wordt op een manier die, die ze verdient. Ja, he? en waar ze zelf goed uit de verf kan komen. Waar ze goed uit de ja zelf, en ook dat ze niet, dus al het werk hoeft te doen. Voor nee, dat ander. is ook heel sneu. Maar het zijn wel best heel, heel um, goede lessen om te leren in het leven. Ja, dat vriendschap soms. In het profiteren van kan, kan overlopen. En dat de scheidslijn niet ja. altijd even. En niet, ook, niet altijd even duidelijk is. En veel vriendschappen zijn gewoon niet zo simpel, natuurlijk. Nee, dat vriendschappen zijn ontzettend zo. ingewikkeld. Ja. Ik zou wel, als, als dit mijn dochter was, zou ik haar wel aanraden om te proberen ook af en toe met iemand anders samen te werken. Want je ja. hoeft natuurlijk niet alle projecten met die ene vriendin te doen. Je zou kunnen zeggen, misschien zijn jullie, is het gewoon lekkerder als jullie gewoon vrienden zijn. Precies, want ik geloof en dat er je daar je school niet school zoveel probleem in zit. Ja. Want later in het leven heb je ook collega's ja. en je hebt vrienden. En ja. vrienden zijn helemaal niet altijd collega's of collega's zijn helemaal niet altijd vrienden. En nee. dat is helemaal niet erg. Het kan juist fijn zijn om met je collega's niet bevriend te zijn ja. en met je vrienden niet te werken. Nee, want, want er zitten dus wel meer uh, kinderen. Want Ze zitten dus met veel plezier in die klas. Dus ja. ik, ik zou dat misschien zeggen. Ja. Ik zou inderdaad niet het andere meisje erop aanspreken. Maar je zou wel nog eens. Ja, ik weet niet hoe subtiel zij dat kan doen. Maar stel dat meisje komt een keer eten bij hun of zo. En dan zou je ook nog zoiets kunnen zeggen van: hé, uh, hey meiden, maar jullie moeten ook oh, af en toe even met iemand anders werken. Of jij dat een beetje. Ik zou. Uh, nou ja, ik, ik zou. Uh, we kregen nog een DM van een mentor. Oh. een brugklasmentor en die zei: het is misschien een goed idee als dit meisje zelf naar haar mentor. Ja. Dus dat jij dat zal ik maar ook zeggen wel, ja. dat jij je kind aanleert dat ze zelf ook om hulp kan vragen zonder jou. En dat ja. is ook een wijze les en een fijne les als ze later zelf gaat studeren of werken. Ja. Dat je zelf ...aangeeft dat je ergens moeite mee hebt en dat... Uh, je ergens tegenaan loopt. En ja, en dat je dus zelf om hulp kunt vragen. Dus misschien is het een goed Goeie, idee ja. om haar zelf naar haar mentor te laten gaan. En dan hoeft verder niemand iets van te weten. Nee. Ook dat vriendinnetje niet. Nee, nee maar dan, dan, dan zou de mentor bijvoorbeeld af en toe eens kunnen zeggen van... Nou, jullie hebben nu al vier keer samengewerkt. Nu moet je een keer ja, zo, met zo, Pietje... Dan, dan is het niet haar schuld. Nee. Of dan is het niet een soort daad van verraad of zo naar die andere vriendin. Oh, ik vind het een heel Want ik dacht zelf weer, omdat ik ook wel soms een beetje neigingen heb... Van oh, misschien moet die moeder die, die, die leraar even mailen. Maar dit is veel beter. En dit neemt ja. die leraar, denk ik, ook serieuzer. Of ja. de mentor. Of, of, of de leraar van dat vak waar ze steeds ja. ook samen. Ik denk, mentor beter. Maar um, dat, als dat meisje dat doet. Want anders denk ze, ja, weer zo'n curling-ouder met zijn gezeur. Maar als dat meisje dat zelf doet, ja. dan maakt het, denk ik, wel meer indruk. Dat zou best kunnen. Ja, toch? ik vind dat wel En dan goeie. leer je ook zelf om hulp te vragen buiten je moeder om. Want ik denk als jij als moeder nu. Uh, dat andere kind gaat aanspreken... dan zal je dochter in aanzien dalen. Dan zal ja, nou, die andere ik denk dominant... ook echt dat die dochter dat niet fijn vindt. Nee. Tenminste, de meeste nee, kinderen dat niet En ik snap heel vindt. goed de neiging om dat, dat te doen. Ja. Want het is ook zielig. Snap ja, van? en je ziet haar zielig. thuis ermee struggelen. Dus je ja. wilt oplossen voor ja. haar. Ik vind dat van die tip van die mentor vind ik echt heel goed. En je hebt ook voor pubers... Uh, echt wel een hele hoop uh, assertiviteitscursus. Ja, ik heb, ben helemaal geen assertiviteitsexpert. Want ik ben zelf ook soms toch... Ook niet zo heel assertief. Nee, Misschien in zou onze je nu tijd, denken van wel maar. Eigenlijk was het niet. van uh, ja. zoek het maar uit. Nee, die heb je ook zeker. Um, en het zou ook fijn zijn om dus je dochter los van deze vriendschap weerbaarder te maken. En op een of andere manier in een soort stappenplannetje te laten leren hoe ze voor ietsjes beter voor zichzelf ja. zou kunnen opkomen. Sowieso. En dan koppel je het niet aan deze vriendschap. Nee, nee dan moet maar je dan het gewoon meer in het algemeen. Ja, doen. dan zou je er in het algemeen dus wat meer kunnen helpen om uh, haar eigen valkuilen te leren zien. Ja. En, en dat ze leert om wat beter voor zichzelf op te komen. Ja. Dat, dat hebben ze soms zelfs ook op school, alhoewel ik me voor kan stellen dat je die ja. die die, die programma niet heel op school doet. Ja, vanaf ja, zit je in, zit je met en wie, weet iedereen je dat op, weer. En kan zo. je het Ja, ja. En dat oh. was dan op de basisschool ja. moest iedereen dat doen, maar het is natuurlijk in ja. de basisschool lastiger. Ja. ja. Maar misschien zijn er wel cursussen of zou je dochter misschien een keer met een psycholoog kunnen gaan, ja precies. En zou focus focus er zijn? ook op. Uh, even los daarvan hoe fijn het is dat ze in de brugklas het naar de zin heeft, goede vriendinnen heeft. Ja. Ik bedoel, dat zit allemaal al helemaal goed. En dat het is echt... een goed moment in je leven om dit soort dingen te leren. Ja. Hè? Ja. Net zoals dat je later gaat je kind natuurlijk toch verkering krijgen met iemand die misschien niet altijd even aardig nee, is. voor je lijkt kind. me ook echt verschrikkelijk. Nou, zie dit ook maar, uh, 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 moeder, als een soort voorbode op dat moment. Ook voor jezelf is het een training. Ook een keer gebeuren, hè? Ja, het is ja. Ook, ook voor de moeder een training. Onze kinderen dit. gaan natuurlijk toch een keer verkering krijgen met iemand waarvan oh. je denkt: oh, dat lijkt me echt vreselijk. Het lijkt me echt vreselijk. Dus dit is. Ja. Dit is nog maar een voorbode. Ja, ik weet het ook niet. Want ik, 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 ben, ja, ik ben natuurlijk ook ouder. En ik snap heel goed de neiging dat je gewoon alles. Dat je oh, het fijn wil maken alles voor wil je kind. Fijn maken, ja. Maar als je alles fijn wil maken voor je kind. en alles wil gladstrijken. Nee, dat kind dan, gaat dan, niks leren. Dat is niet een, een recept voor geluk. Nee, ik zeg dit ook tegen mezelf, eerlijk gezegd. Want ik ben er ook slecht in om dat niet te doen. Goed, nou hartstikke goed en leuk dat ja, die mentor had gereageerd. Ben ik ben erg blij mee. Nee, hoor, helemaal niet opgelost. Maar ik, um... het is misschien goed om een keer met je kind los van, van deze vriendschap te praten over vriendschap. Ja. Wat is vriendschap je waard? Wat is een prijs die je voor vriendschap kan betalen? Ja. Wanneer gaat iemand over je grens heen? Wanneer gaat hij? Die... Dus dan koppel je het niet aan deze vriendschap, maar dan zit nee. dan. Dan heb je het over zelf, eigen waarden. Ja. Over wat gelever je in in een vriendschap. Ja, en, en je kunt ook wel dingen inleveren als je er genoeg voor terugkrijgt. Ja en je zou voorbeelden kunnen geven van jezelf. Bijvoorbeeld in je eigen puberteit of in je eigen leven. Waarbij ja. iemand een beetje over, over jouw grens heen ging. Ja. En wat je daar zelf toen aan had kunnen doen. Of waar je spijt van hebt. Of wat je nu anders zou doen. Ja, precies. Dus dan kun je het op die manier. Dat je het meer, meer een, 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 een algemenere levensles van maakt. Ja, dan dat je helemaal gefocust op dat meisje. Want ik geloof wel dat het een leuke vriendin is. Ja. Uh, het is dus niet... het is gewoon wel dominant. Ja. ja. En je moet ook niet vergeten dat jouw kind haalt ook iets bij deze vriendin. Precies. Want het is namelijk heel fijn om een vriend of vriendin te hebben in de brugklas. Wat een onzekere tijd is. Met een grote mond. En ja, en die, die neemt jou een beetje mee op sleeptouw. Ja, precies. Dat, dat, dus dat, dus zij, heeft, zij kan daar ook iets aan hebben. Ja. Absoluut. Ja, het blijft hartstikke lastig en precair. Ja. Nou ja, dat is ook een les. Dat is ook een les. Zullen we kabbelen richting de natuur, de bossen en de, en de rivieren? Ik weet eigenlijk helemaal niet waar het zich afspeelt. Dan zet ik wel even. Het is, het is uh, in de nattigheid, speelt Oh, het zich leuk. Af. In de uh, ik probeer ook iets meer erin te praten, jongens, in de microfoon. Want ik kon mezelf inderdaad ook helemaal niet verstaan ja. toen ik laatst een podcast van mezelf ging terugluisteren. Ik ga er dus nu helemaal in met mijn mond, jongens. Sorry dat jullie mij soms helemaal niet kunnen verstaan. Het is gewoon pijnlijk. Want ik ben natuurlijk ook een professional voice-over. Ja. Dan kan je nagaan hoe gênant het kan is dat om dat te lezen en lezen. Het waterhondje. Het is godzijdank half februari en daar horen we het weer. Het schuchtere zusje van de meerkoet. Het Waterhondje. Pidoep, 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 pidoep. Nou ben ik net Nico de Haan. Of... Dat is ook mooi, hè? Heel zachtjes. Geel-groene voetjes en een zeer voorzichtige tred. Het waterhoentje treedt niet graag op de voorgrond en blijft graag dicht bij de waterplanten of het riet aan de oever. Hij scharrelt liever dan hij zwemt. Hij scharrelt liever dan dat hij zwemt. En in de winter zijn de waterhoentjes graag in groepjes bij elkaar. Maar als het bijna lente wordt, dan vinden de mannetjes elkaar even heel stom. En dan wordt er besmuikt, gevochten, zacht. Het waterhoentje houdt van modderige oevers en drassige landjes. Als het hard vriest, dan trekken onze waterhoentjes wel eens naar het zuiden. Maar het liefst blijven ze waar ze zijn geboren, in de nattigheid. Het waterhoentje wordt wel eens verward met de meerkoet. Maar het is echt heel anders zo, jongens. Het waterhoentje heeft een rood kopje op zijn voorhoofd. Rood kapje? Godjezus, het lijkt wel alsof ik Alzheimer heb. Het waterhoentje heeft een rood kapje op zijn voorhoofd en een gele snavelpunt. En de meerkoet heeft zo'n wit maskertje. En waar de meerkoet heel veel lawaai maakt en vecht en opvalt... Daar is het waterhoentje vaak in de coulissen. Onopvallend en met een zacht geluid. Snel vluchten ze vanaf het open water naar de begroeiing. Meerkoeten hebben bravoure en hebben geen assertiviteitscursus nodig. Nee, sterker nog, misschien hebben ze wel een assertiviteitscursus te veel gedaan. Deze vogels behoren beide tot de familie van de rallen. De andere rallen die heb ik helaas nog nooit gezien. De waterral, het porseleinhoen, het kleinwaterhoen, het waterhoen, Allemaal onbekende familie. En allemaal helaas grotendeels verdwenen. In ons natte land barst het nog wel van de waterhondjes. Gelukkig maar. En ook vaak in de stad. Het vrouwtje kan alweer op het volgende legsel zitten als de pubers nog thuis wonen. En het mannetje zorgt dan voor de pubers. En als de kleintjes uit het ei zijn gekomen, dan leven de grotere jongen wel eens samen met het tweede leg. Nou, dat vind ik sympathiek. Het waterhondje heeft best last van ratten. Soms komt geen enkel eitje uit, omdat de ratten alles opeten. Waterhoendjes zijn ook geen hoenders, oftewel kipachtigen, en ook geen zwemvogels, maar steltlopers. En dan ben je van alle markten thuis. Maar toch het liefst met je poten in de modder. Daar eten ze planten, kleine diertjes en in het water kleine visjes of kikkervisjes. Bij gevaar duiken ze onder water en dan kijken ze met één oog en hun snavel boven water of de kust alweer veilig is. En daarbij houden ze zich vast aan de waterplanten. Onder water zijn ze ook al zo handig: ze zwemmen alsof ze vliegen. Met zijn extreem lange tenen kan het waterhoentje over de drassigste oevers lopen of over een kluwe van waterplanten. En als hij loopt of zwemt, dan beweegt zijn kopje van voor naar achter. Hierin lijkt hij wel echt op een kip hoor. Als een kip broeds is, dan wil ze zo ontzettend graag eieren uitbroeden dat ze blijft zitten tot in het oneindige. Zelfs als ze geen haan is en de eitjes dus niet zijn bevrucht. Sommige kippen die eten dan steeds slechter worden heel suf en kwijnen weg. En er zijn er die zich doodbroeden. Ik vond een tip op het kippenforum hierover. Je moet de kip met haar broedplek, dat is een kale, warme plek op haar buik, in koud water dompelen. Nou, ik weet niet of jullie dat wel eens hebben geprobeerd met jullie kippen, maar in mijn geval werd het een ontzettend spektakel. Een kip combineert niet lekker met water. Hoe traumatisch ook, de Wim Hof-methode hielp wel. Ik denk dat het bij het waterkipje, het waterhondje, niks uitmaakt. Spartaans en gehard, ratten of niet, ze broeden door. Ik heb dat altijd verkeerd gehad met dat meerkoet en het waterhoentje. Ja, die haal je vaak door elkaar, ze en nu weet ook ik vaak het. Bij elkaar. Ja, hè? en nu weet ik het ineens. Je ik zie heel, ze best wel een vaak. Een hele kleine en een hele grote agressieve. En die agressieve, dat is de meerkoets. Ja, die maken al het lawaai. Wat goed dat ik ja. dit nu weet. Ze hebben ook heel grote tenen, waardoor het net lijkt alsof ze veel te grote schoenen aan hebben. En daardoor hebben ze ook een soort zijn ze ook schattig. Vind ik. Ja, ja, waterhoentjes dan, hè? Ja, heel grote tenen. Ik ga hier echt beter op letten, want ik zie ze dus echt best wel vaak, volgens mij. Ja. Wat goed. Het zijn ook een beetje huistuin en keukendieren. Ja, maar ja, daar de, 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 de moet je niet om over in kam scheren. Nee. Jongens, de natuur, het is, iets, het is iets ongelooflijk. Prachtig. Maar wat het wel geinig is, wij hebben het ja. ook over hele andere dingen. Over hele andere dingen dan de natuur. We hebben oh. het bijvoorbeeld ook best wel vaak over de 90's. Oh. In onze andere podcast. Ja, ik maak een enorme brug hier. Absoluut. Als A ik nou zeg, ja. Ies. Hydrokorrels, ja. boedabeelden, superclub en nachos met dipsaus. Ja. Aan welk fenomeen denk jij dan? Loungen. Klopt! Loungen. loungen. Als je met ons mee wil loungen, dan moet je, en de nadruk moeten, dus niet mag, dan moet je, dan moet je. naar de Podimo aflevering luisteren. Want daar hebben we, uh, de meest recente aflevering gaat helemaal over loungen. In ja. al zijn vormen, in ja. al zijn maten. Ja, en ik ben er gek genoeg best tevreden over. Ja, dat is mooi, hè? Die zelfvaart kan ook wel eens een keer ja, die een dagje overslaan. Kan en ik verspreek me ook wat minder vaak in die podimo aflevering Deze aflevering heel vaak. Maar gek genoeg. Uh, ik heb het niet doorgekomen. Komende woensdag dan de rollen de woorden over lounge- het en zomerbekken. Het is een heerlijk onderwerp. Misschien gaan we er nog een keer een tiendelige serie over dat maken. Dat zou eigenlijk heerlijk zijn. Ja, hè? Ja, met moodboards, lounge en serie. Ja. Lounge Away. <laughs> um, dus dat kun je horen uh, op Podimo. Ja. En het leuke is, ja. daar kan je ook een uh, 30 dagen gratis luisteren. Als je dat gaat is naar Podimo.nl slash Avenlies, luister ja. je 30 dagen gratis. Nou, heb je een probleem? Stuur ons dan een DM op Instagram of mail ons naar Avenlies at Je kunt ons ook volgen op Instagram, YouTube, TikTok en Podimo. Nu bedelen we jou, geef ons sterren via jouw favoriete podcast app. Please. En we zeggen tot volgende week. Daag!